maar verder. Mag ik even zien? Ja, tuurlijk, kom maar verder. Zal Monique het eens even zien? Dan doen we even de grote lamp erbij. En Monique had ook al dit een spiegeltje. En dan telt Monique even heel gauw haar tosken. En hoe poetst u altijd in tosken? Weet ik niet. Altijd samen met die mem? Ja, hè? Ja, heel goed poetsen. Want als de tosken goed skin poetst, ben je een mooi skin die tosken van die? Ja? Ben je een mooi wiet? Ja? Nou, Hilda, dan is het klaar. En dan meisje toen Jelly wegkomen. Klim maar uit de stoel. Nou, mijn Siebrecht. Eerst even op een haan. Eerst even op een haan. Ja, nauwkeurig. Siebrecht had prachtige tosken. Ik een beetje schuur. Ja, Siebrecht had ik een mooie tampenstaffetje. En Siebrecht mij en Jelly wegkomen. Nou, dat ziet er verder hartstikke mooi uit. Er zit wel wat tost in. Ik select nog even naar de conditie van jouw tosvleisje. Even zo, heel voorzichtjes. Ja, heel zachtjes. Heel zachtjes. Oeh ja, daar begint het een liefde beetje te bloedje. Ik denk dat het goed is dat je even een keer weer omkomt. Ja. Dan hebben we het even over de mondverzorging. Hoe je jouw tos kunt poetsen en dat het misschien al wat oors kan. Ja, goed. Oh, daar kijk ik naar uit. En probeer de toskenbiasel ook een beetje tussen de tosken en de kiezen in te kantelen. Inderdaad, tosk voor tosk. U belde mij voor een afspraak en u vertelde mij dat u implantaten gekregen heeft. Ja, klopt. En nou wilde u graag weten hoe u ze goed schoon kunt houden. Ja. Nou, ze zien er al keurig uit. Maar het is inderdaad raadzaam om nog even wat adviezen te krijgen. Hè, zodat u in ieder geval goed weet hoe je ze schoon kunt houden. Ja. Zo, alles is weer mooi schoon. Mooi. Wat mij betreft maken we nog even een nieuwe afspraak voor over een half jaar. Ook u, of jij, bent welkom in mijn praktijk voor mondzorg, gevestigd in Talmahoes in Veenwouden.